Hey jongens, ik kom net terug van het kerstdiner en mijn video is net online gegaan. En ik zie al heel veel comments van mensen die zeggen van ja, ik wil weten hoe deze maskertjes zijn. Dus ik was bezig om make-up eraf te halen. Ik heb echt nog eyeliner en wenkbrauwen op, maar geen mascara. Het ziet er echt niet uit. Dus ik ga dat even verder doen. En dan ga ik denk ik de goud voor jullie testen. En de vraag is natuurlijk, is het echt wat je denkt dat het is? Is het echt een special peel-off? Daar hou ik echt van. Had ik nog make-up op? Ja. Mijn eyeliner laat ik gewoon opzetten. Mijn wenkbrauwen ook, want dat maakt verder niet uit. Maar is het echt een gouden peel-off masker? En ik zag toevallig dat Masha net ook een gouden Glam Glow peel-off masker online heeft gezet. Zilveren kende ik al, maar niet de gouden. Dus heel benieuwd. Oké, okay, het moet natuurlijk niet te vet zijn, mijn huid. Maar kokosolie is dit, dus dat trekt best snel in. Oké, okay. Even kijken naar het maskertje. Dit is hem. Je ziet al dat het zeg maar hier een beetje, ja, het gouden een beetje onderop ligt. Charge It Gold Reviving Peel-Off Mask. 10 ml. Use once or twice a week. Apply an even layer onto clean, dry skin. Avoiding the eye area, eyebrows, hairline and lips. Leave for 20 minutes or until completely dry. Gently peel off the mask from the outer edges. And wipe off any residue with warm water. Oké, okay. Ga het er gewoon lekker op doen. Ik dacht dus van wow, het is echt veel goedkoper dan Glam Glow. Maar toen dacht ik van Glam Glow, daar doe je wel zeker 10 keer mee. Dus een Glam Glow portie zou zeg maar 5 euro kosten en deze dan 2. En normaal kostte die 4. Dus in principe is het dan denk je, ja, het is goedkoper omdat je dat in één keertje eventjes kunt testen. Maar in principe valt het dan nog wel mee heel goedkoop voor een eenpersoonsportie. Kijk. Ik voelde ik moet schudden omdat ik zag zeg maar dat goud echt zo onderop liggen. Het is trouwens zo chill dat ik nu een ringlamp heb. Dat ik gewoon, mijn camera zit hierin. Dus ik zet mijn camera aan, ik zet mijn ringlamp aan, stekker erin en hup, ik kan gewoon filmen. Het is nu echt 1 uur 's nachts of zo. Maar ik dacht ik test nog even dit maskertje, want ik wilde nog niet slapen. Hij gaat heel lastig open. Maar hij gaat zo moeilijk open, dan moet ik straks alles eruit laten vallen. Oké, okay, hij is echt goud. Het eerste wat ik nu denk is meteen, ik moet nu naar de Primark om er meer te halen. Puur omdat hoe het eruit ziet. Het ruikt wel erg naar alcohol, zeg. Het is wel heel warm goud. Dat Glam Glow masker is volgens mij heel cool goud. Oké, okay, de verpakking heb ik wel echt iets van jeetje. Sorry hoor, maar het is wel heel veel werk om het er open te krijgen. Ik heb het nu op mijn been zitten. Oké, okay, jongens. Het is meer een soort van brons. Kijk, het is maar zo'n kleur goud, maar het is echt heel warm. Oké, okay. Ik heb dus zo'n kwast, dat is wel heel erg handig. Ik zie heel erg, zeg maar, stukken waar het echt heel goud is en stukken waar het een beetje doorzichtig is. Dus ik meng het even goed. Ja, hier onderop is het echt heel goud. Zien jullie dat ook? Toch zijn als jullie dat ook kunnen zien. Je ziet echt zo doorzichtig, je ziet echt dat, zeg maar, echt goud doorheen gemixt is. Waarschijnlijk is het puur voor het gezicht. En Glam Glow vind ik ook wel echt fijn voor je huid. Dus met dit weet ik het niet. Ja, dit is wel heel tof zeg. Ik had stiekem wel gehoopt op zo'n koele gouden tint. Ik weet niet waarom eigenlijk. Ik moet natuurlijk ook niet te dik aanbrengen. Als ik het zo zie kan je hier echt wel 2 keer mee doen. Maar dat is niet de bedoeling. Oké, ik ga het even opdoen hoor. Heel cool, lekker verfrissend. Maar ik heb het gevoel dat er enorm veel alcohol in zit. Het brandt nog niet in mijn ogen, maar daar ruikt het wel naar. Het is zo'n warme kleur goud dat het niet echt opvalt. Het is meer een soort van bronzer kleur, weet je, van make-up. Ik bedoel, op je wangen zou dit gewoon een mooie kleur zijn. Vinden jullie dit goud? Goud denk ik gewoon echt aan geel goud. Ik voel dat het best wel lastig is om het even te verspreiden ofzo. Ik zit te denken van ik moet het niet te dik doen. Echt nog wel veel over. Op een gegeven moment wordt het ook droog, dus dan moet ik er niet meer overheen gaan. Een snor doe ik nooit trouwens. Een beetje op mijn neus nog. Contour. Heel benieuwd of ik hem straks in één keer goed af kan trekken. Oké, nou, ik heb echt nog wel wat over. Ja, ik ga het dicht doen en dan kijk ik morgen of als het nog zachtig-achtig is, ga ik het nog bewaren, maar ik denk het niet. En dan is dit het resultaat. Ik
ik ga even chillen en dan ben ik zo bij jullie terug. Het is toch dus niet droog. Maar ik heb heel dik gedaan, hè? Oké, jongens, het is echt 40 minuten later of zo. En hier zit zo'n stukje. Hier zit zo'n stukje en het droogt gewoon niet. Dus ik was er aan het smeren en het is zo jelly en het droogt gewoon niet. Dus ik weet niet waarom. Dus dan laat ik gewoon even wat het is en dan ga ik van bovenaf peelen. Het begint namelijk echt te trekken nu. Ik heb ook net mijn nagels gelakt. Heel benieuwd. Ik heb het best wel dik gedaan. Daardoor droogt het ook best wel langzaam. Maar het lijkt zo'n dun laagje. En hier is het ook een beetje. Zie je dat? Een beetje droogachtig. Oh, het doet best wel pijn. Oh, je hebt een moedervlek. Oh. Auw. Oh. Wat? Geen chips? Nee. Wat je uit mee? Ja, ik wist niet dat deze pijn zou doen. Doe gewoon met water dan. Dit is nog meer pijn dan zo'n soort masker. Auw. Huh? Oh, die glamglow maskers doen echt helemaal geen pijn. Auw. Auw, auw. Oh. Oh. Dit is echt niet leuk. Zal ik het zo lang op laten zitten? Denk ik niet dat het. Auw, auw, auw! Je hoort het ook, hè? Auw. Niet leuk. Ik had het echt niet verwacht dat het pijn zou doen. Het enige peel of masker wat ooit pijn doet zijn die zwarte. Niet leuk, Primark. Dit niet te doen. Dit doet zoveel pijn. Nou, dit is niet te vergelijken met Glamglow. Glamglow is super zacht en lekker. En ja, het voelt hier nu wel heel zacht. Logisch als je je hele huid eraf trekt. Hier krijg ik het niet. Hier zit het een beetje op mijn haar. Het doet zoveel pijn. Ha! Auw. Ha! Auw. Oh. Oh, chips. Ik snap dat niet in je wenkbrauw mag. Je neus doet nooit echt pijn. Ik moet helemaal huilen hiervan. Oh, dit is echt een flashback naar het zwarte masker dat ik heb getest, joh. Maar dat gebruik ik niet meer. En als ik had geweten dat dit ook zo is, had ik het nooit op mijn gezicht gesmeerd. Kijk. Oh, dit is echt immense pijn. Het is zo slecht voor je huid. Geloof me. Ik kan pijn best wel handelen. Ben ik nou ook gekleurd nu hieronder of zo? Zit hier nog wat? Auw. Dit is het pijnlijkst nog. Niet leuk, niet leuk. Haar hier. Niet leuk. Ik dacht ik ga die andere ook nog even voor jullie testen meteen. Maar wil jij deze twee winnen? Ik stuur ze met alle liefde naar je op. Als je dat leuk vindt, laat het even weten in de comments. Dan kies ik even iemand uit. Oh, het kunnen wel twee mensen. Zeg maar welke kleur je wil. Zo, deze wending had ik echt niet verwacht. Ik moet zeggen dat mijn huid ontzettend lekker zacht voelt. Zit er hier nou nog masker? Het is ook van een hele dikke laag naar een heel dun
vies lapje veranderd. Dit is 0% ooggetraan er ook helemaal van. Dit is 0 te vergelijken met Glam Glow. Mijn huid voelt nu wel zacht. Het voelt echt zacht. Helemaal niet trekkerig. Ik hoef niet eens een crème op te doen. Het voelt ook echt alsof er een dode huidlaag af is. Maar volgens mij kan het niet goed zijn. En kijk, mijn huid is ook echt rood en niet chill. Zo, ik ben er echt bij, jongens. Oké. Goed. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Het was heel spontaan. Maar ik denk gewoon dat ik het als losse video doe. Aangezien het best wel lang duurde. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Het is nu 2:30 s'nachts. Vergeet je duimpje niet te wachten als je het leuk vond. En ik hoop dat ik zo weer bij jullie terug ben met een nieuwe video. Sowieso dit weekend om 9:00. Bedankt voor het kijken en tot dan.